We hebben de single Vakantie niet officieel gereleased. Alleen het was wel een liedje wat Radio NL oppikte. En het was gewoon een liedje van het album. En wat toch een klein beetje is gaan leven. En de clip was klaar en die was bij de reis van Lucas gemaakt. Dus ja, we hebben er toch wel weer wat plezier van het liedje. Zeker wel, ja, zeker wel. En veel mensen zeiden van, goh jongens, het heeft ons het vakantiegevoel opgeleverd. Ja, kijk, dat is wel de bedoeling geweest van dat liedje, ja. Dus ja, nu moeten wij iets voor de winter gaan verzinnen of zo. Ik ben naar Spanje geweest. En heb je dan ook echt vakantie? Dan heb ik echt 2 weken vakantie, ja. Dan, ik heb wat met Carlo, maar niet... Je hebt toch een soort bedrijfje in Nederland. En daar moet je wel met elkaar van... er gaan altijd dingen hier door. Dus je moet een beetje de vinger aan de pols houden. Carlo was een dag of 5, 6 eerder terug. Dus hij was alweer aan het regelen en aan het doen. En ja, dat hoort nou even bij je vak. Je bent eigenlijk, heb je nooit vakantie. Maar het is het mooiste vak wat er is. Dus is ook, eigenlijk heb je altijd vakantie. Nee, ik zat ook in Spanje. Ik zat iets meer naar boven. Meer zuidelijker. En wel lekker hotelletje, strand. Veel dingen gedaan. En dan vind ik het weer genoeg. Maar dan verlang ik bij dag 5 alweer terug naar dit werk. Ja. Het is natuurlijk wel je inkomsten. Laten we wel zijn. Je leeft er wel van. Maar het voelt natuurlijk nooit als werk. Snap je? Maar alleen de achterkant van dit hele vak is natuurlijk heel anders dan de voorkant. Dat is een stuk serieuzer als dat je hier ziet. Ja, jullie zijn serieus? Jawel, jawel. Ja, als je dat niet bent, dan hou je het geen 15 jaar vol. Nou, je moet echt heel hard achter de schermen moet je heel hard werken, maar dat weet jij ook. Het is gewoon heel veel regelen, heel veel dingen doen om dit te kunnen doen. Voor het publiek is dit een prachtig vak. En het is een mooi vak, maar je moet heel veel dingen doen en leuke dingen doen. Ja. Wat is nou een van die dingen die jullie heel vervelend vinden in het vak? Beslissingen nemen. Ja. En daar zijn we allebei slecht in. Als we iets vinden, mensen teleur te stellen of als we ergens niet tevreden over zijn, moeilijk een beslissing nemen. Ja. Vinden we allebei heel moeilijk.